chemische reacties geldt de volgende regel. Alle atomen die voor de reactie aanwezig zijn, zijn na de reactie ook aanwezig. Wat verandert bij een chemische reactie zijn niet de atomen, maar de moleculen. We gaan hier een aantal voorbeelden van zien. Als we water onder stroom zetten, dan ontstaat waterstofgas en zuurstofgas. Dat zien we hier gebeuren. In eerste instantie zou je de reactie misschien als volgt weergeven. Water, H2O, vormt H2, waterstofgas, en O2, zuurstofgas. Er klopt hier alleen iets niet. We zien namelijk dat er aan de linkerkant maar één zuurstofatoom is en aan de rechterkant twee. Het is niet mogelijk dat er opeens een atoom uit het niets bijkomt. Deze reactie klopt dus niet en we moeten hem kloppend maken. En het kloppend maken doen we door getallen voor de moleculen te zetten. Nou, dit lossen we als volgt op. 2H2O wordt 2H2 plus O2. We zien nu aan beide kanten twee O'tjes en aan beide kanten vier H'tjes. Wat we nu zien aan de rechterkant van de vergelijking is dat er twee keer zoveel waterstof als zuurstof ontstaat. En dit zien we precies tijdens de reactie gebeuren. In de rechterbuis wordt waterstofgas gecreëerd en in de linker zuurstof. En we zien inderdaad dat er twee keer zoveel waterstofgas ontstaat. We kunnen een chemische reactie goed vergelijken met Lego-blokjes. De Lego-blokjes voor en na de reactie zijn precies hetzelfde. Dit zijn dan de atomen. Maar de bouwsels die we van die Lego-blokjes hebben gemaakt zijn anders. En de bouwsels zijn dan de moleculen. Nog een voorbeeld. Als we methaan CH4 met zuurstof laten reageren, dan ontstaat water, H2O, en koolstofdioxide, CO2. Wederom is deze formule niet kloppend. We zien links twee O'tjes, maar rechts bijvoorbeeld drie. We zien links vier H'tjes, maar rechts maar twee. We kunnen ook deze vergelijking kloppend maken door cijfertjes voor de moleculen te zetten. We zien nu aan beide kanten vier O'tjes, aan beide kanten vier H'tjes en aan beide kanten 1 C. Deze vergelijking is dus kloppend. Ook deze vergelijking kunnen we met Lego-blokjes weergeven. Merk op dat aan beide kanten precies dezelfde Lego-blokjes zijn, alleen zijn ze op andere manieren opgebouwd. En we hebben dus andere moleculen voor en na de reactie.